Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de stelling van Pythagoras. Namelijk a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Maar wat houdt dat nou precies in? De stelling van Pythagoras heeft betrekking tot de zijdes van een driehoek met een hoek van 90 graden. Een rechthoekige driehoek. Als we die zijdes a, b en c noemen en vervolgens aan elke zijde een vierkant tekenen, dan zijn de oppervlaktes van elk vierkant a keer a is a kwadraat, b keer b is b kwadraat en c keer c is c kwadraat. Volgens de stelling van Pythagoras is de oppervlakte van de twee kleine vierkanten gelijk aan de oppervlakte van het grootste vierkant. Dus a in het kwadraat plus b in het kwadraat is gelijk aan c in het kwadraat. Goed om te weten. De twee zijden die aan de rechte hoek vastzitten, noemen we ook wel de rechthoekzijden. De derde zijde noemen we vaak de langste zijde. De officiële naam is de hypotenusa. Maar laten we het vooral bij langste zijde houden. Terug naar ons voorbeeld. De driehoek heeft twee zijdes die je weet, van 3 en 4 lang. De bijbehorende vierkanten hebben dus oppervlaktes van 9 en 16 hokjes. Omdat volgens de stelling van Pythagoras de oppervlaktes van deze twee vierkanten even groot zijn als de oppervlakte van het vierkant op de langste zijde, weten we dat dit vierkant in totaal 25 hokjes in oppervlakte moet zijn. De zijden van het vierkant en dus de langste zijde van de driehoek is dan dus 5. Immers, 5 keer 5 geeft een oppervlakte van 25. De stelling van Pythagoras wordt eigenlijk nooit gebruikt om alleen maar oppervlaktes van vierkanten te berekenen. Maar om een ontbrekende zijde van een rechthoekige driehoek uit te rekenen. Sterker nog, als we een zijde gaan uitrekenen, dan laten we de hele vierkanten vaak gewoon helemaal weg. En schrijven we alleen nog maar de berekening op. Maar in de berekening ben je dus eigenlijk de oppervlaktes van vierkanten aan het optellen. Waarom klopt de stelling van Pythagoras eigenlijk? Dit kunnen we bewijzen op een heel aantal verschillende manieren. Een aantal van die manieren leggen we in een aparte video voor jullie uit. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en voor meer Pythagoras zien we je graag weer terug de volgende keer op Wiswereld.